Team Cavaliers, roar! We staan uit Julie Sundar, Sofia Noto Sowito, Ivy Amadrejo en Richinelle Pimou is winnaar geworden van de vierde editie van de hackathon. Binnen 24 uur heeft de groep de meest bruikbare applicatie, oftewel app, gebouwd die de relatie tussen het telecombedrijf Telesuur en zijn klanten gaat verbeteren. De naam van de applicatie is Arcus. Team Codebenders heeft de publieksprijs in de wacht gesleept. 8 teams hebben in het weekend gewerkt aan apps die voordelen moet opleveren voor de klanten van Telesuur. Daaruit werd Arcus gekozen tot de beste app door een deskundige jury bestaande uit ICT-experts, zakenlui en topfunctionarissen van het telecombedrijf. Team Cavalonist was gedreven om met een prijs vandoor te gaan bij de hackathon. Maybe not the first, but we did our best and surely win a prize. Bring one home. Yeah. That was our idea. We came to bring a prize home. But then maybe not the first, but surely a prize. Yes, it was not my first one. I was more prepared and I know the things that's going on now, so I was more prepared. So Arcus is a Telesuur customer service, customer support app. And we integrated augmented reality, big data, and gamification into it. The app is for two users, for the external users and the internal users. It's for users that can, it allows users to troubleshoot their problems at home. And with augmented reality, it guides you, it tells your offices which directions you need to go, and also links you to videos or websites. And for the internal users, it provides Telesuur's marketeers and tech support with big data information to make better marketing and intelligent actions. De groep heeft ondanks slapen en vermoeidheidsverschijnselen flink doorgezet om binnen de vastgestelde tijd hun app te kunnen opleveren. Volgens Telesuur waarnemend directeur Mike Antonius hebben we meer van deze meetmomenten nodig om de ICT-sector van Suriname te ontwikkelen. Ik geloof in uren maken. Alles wat je doet moet je uren maken. Als je aan de Olympische Spelen meedoet en gaat all about making hours. En als je je uren niet maakt en wat er dan ook is, als het nou studeren is, moet je uren maken. Als het nou je werk is, je wil beter worden, uren maken. Daar draait het om. Dus willen we op den duur de ICT-sector inderdaad tot die $1 billion industrie maken, dan zullen we meer erin moeten investeren. En investeren moeten we niet altijd direct relateren aan geld, maar gewoon in uren maken, in productieuren maken, in beter worden. En als we dat nou allemaal willen bereiken, dan zullen het niet moeten blijven bij één hackathon. Dus ik denk dat we over dat soort dingen meer moeten gaan nadenken over hoe bewerkstelligen we dat. Aldus waarnemend directeur Mike Antonius van het telecommunicatiebedrijf Telesuur. Het team Cavalonist bestaande uit Julie Sundar, Sofia Notosowito, Ivy Amadrejo en Richinelle Pimou is winnaar geworden van de vierde editie van de hackathon.